Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Naida Aurangzeb. Goedemorgen vanuit Utrecht. Ja, als we het Centraal Planbureau mogen geloven, komt ons begrotingstekort volgend jaar op 3,7%. Gaat het nog slechter met de arbeidsmarkt en krimpt de economie meer dan verwacht. De Partij van de Arbeid en VVD zijn al druk in gesprek over een nieuwe bezuinigingsronde. En een van de posten waar de VVD van oudsher graag op zou willen bezuinigen is, u raadt het waarschijnlijk al, ontwikkelingssamenwerking. Ja, grote kans dat onze nieuwe bezuinigingsronde de arme medemensen in Afrika nog meer zal treffen. Terecht of onterecht, dat is mijn vraag aan u. Tijd dat ieder voor zichzelf zorgt, of moeten wij als een rijk westers land de armen blijven steunen met geld? Heb u naast de lief, is tenslotte een christelijke deugd? Of doen we niet meer aan christelijke deugden? Laat u het mij weten, bel naar 0800-1121 of reageer via lijn1@ntr.nl. Twitteren kan natuurlijk ook, hashtag Lijn1Radio. En wilt u mij en mijn gasten zien hier in Utrecht in de bus? Kijk mee via de website. Dit is Lijn 1 vanuit het Moreelse Park in Utrecht. U hoorde Amy Winehouse met Help Yourself. Ja, misschien een advies voor Amy zelf. Help jezelf iets beter. Help Yourself, daarmee is misschien al de toon gezet voor het gesprek dat ik ga hebben hier in de gele bus in lijn 1. Namelijk de toekomst van ontwikkelingssamenwerking. Willen wij nog wel zorgen voor de armen in Afrika? Ik praat erover in de bus met Olivia Rutasipwa, politicoloog en Afrika-journalist voor het Belgische magazine Mondiaal Nieuws. Zij is vandaag in Nederland, want ze is straks gast op het zometeen hier in Utrecht gevoerde solidariteitsdebat. En mijn andere gast is Tom van der Lee, bestuurslid bij Partos en campagneleider bij Oxfam Novib. Goedemorgen, allebei. Goedemorgen. Voordat we het gaan hebben over die toekomst van de ontwikkelingssamenwerking, even wat cijfers. De economische groei van Sub-Sahara-Afrika is van 5,5% in 2011 naar 5,9% in 2012 gestegen. Ja, wat betekent dat? Het betekent dat met deze groeicijfers deze landen weer op het niveau zijn van voor de financiële crisis. En streeft Sub-Sahara-Afrika en Azië voorbij. Sub-Sahara-Afrika, moet ik zeggen, Azië voorbij als snelst groeiende werelddeel. En The Economist die maakte eerder dit jaar bekend dat 7 Afrikaanse economieën de komende 5 jaar tot de top 10 van snel groeiende landen met meer dan 10 miljoen inwoners ter wereld behoren. Om te weten, Ethiopië, Mozambique, Tanzania, Congo, Ghana, Zambia en Nigeria. Tom, als ik deze cijfers zo even opnoem, dan denk ik, het gaat toch goed met Afrika. Die hebben toch ook helemaal niet meer ons geld nodig? Ja, dat het goed gaat is zonneklaar. Maar je moet wel bedenken dat er vele jaren zijn geweest waar de bevolking harder groeide dan de economie. En het is nu fijn dat de economie harder groeit dan de bevolking. Maar dat is vrij recent. En dat concentreert zich nog maar in een aantal landen. Er zijn 50 landen in Afrika. En er zijn ook een aantal landen die structureel in zware problemen zitten. En dat zijn vooral de landen die tegen de Sahara aanliggen. In de Hoorn van Afrika, in West-Afrika, waar veel conflicten zijn. Noem je eens wat van die landen? Nou, je moet denken aan Somalië, aan Soedan, aan Niger, Mali, Democratische Republiek Congo. Dat zijn de zogenaamde fragile staten die een opeenstapeling van problemen hebben. En je ziet ook, vanwege de bevolkingsgroei die ik al noemde, dat in absolute zin het aantal mensen dat dagelijks honger lijdt in Afrika gegroeid is de afgelopen decennia. 400 miljoen van de 870 miljoen mensen die dagelijks honger lijden, wonen in Afrika. Ja, dan ga ik toch even de advocaat van de duivel spelen. Als u dat noemt, en u noemt dan bijvoorbeeld Somalië, dan denk ik, ja jongens, die burgeroorlog, daar zijn wij niet verantwoordelijk voor, toch? Dus die honger hebben ze toch ook aan zichzelf te danken? Nou, ik kan me goed voorstellen dat mensen dat denken. En natuurlijk is er een hele grote eigen verantwoordelijkheid. En wij roepen ook overheden in die landen op om die verantwoordelijkheid te nemen. In Somalië heb je eigenlijk ook nog maar een beperkt functionerende overheid. Die gelukkig nu wat krachtiger is geworden. De situatie is wat verbeterd na een militaire interventie. Ook van Kenia en Ethiopië. Samen met een veiligheidseenheid van de Afrikaanse Unie. Maar er moet ontzettend veel gebeuren nog in Somalië. En daarvoor
voor is steun vanuit het buitenland nodig. En je ziet ook dat het beter kan, want het Somaliland, het noordelijke deel van Somalië, heeft zich al een tijd geleden autonoom verklaard. Dat wordt door geen enkel ander land erkend, maar door hulp van ontwikkelingsorganisaties en geld van migranten, voormalige Somaliërs, die hun familieleden steunen, is Somaliland echt een economische ontwikkeling aan het doormaken. Olivia, ook in de bus. Olivia Ruta-Sipa. U bent Afrika-journalist voor Mondiaal Nieuws, een maandelijks magazine in België. Zelf geboren in Afrika? Nee, ik ben in België geboren en opgegroeid. Maar ik ben zelf wel van deze origine. Dus ja, het continent ligt me uiteraard wel aan het hart. En ik ben heel blij dat u het voorbeeld van Somaliland aanhaalt. Want ik ben zelf naar Somaliland geweest voor mijn onderzoek, maar ook voor MoMagazine. En wat ik vooral uit het verhaal van Somaliland heb gehaald, is de vraag: is Somaliland er niet beter vanaf omdat ze een heel lange tijd zonder hulp hebben moeten stellen? Dus tijdens de interventie begin jaren 90, we zien nog allemaal de Amerikaanse helikopters, Black Hawk Down, die film bijvoorbeeld, en de bodybags van de Amerikaanse soldaten die door de straat van Mogadishu werden gesleurd. Op hetzelfde moment is dat noordelijk deel van Somalië, daar is eigenlijk geen interventie geweest. Dus wat we zien tot het jaar 2000... is dat die mensen effectief, vooral met hulp van de eigen vluchtelingen en de diaspora, een soort staatsmodel hebben gecreëerd dat het beste nog paste op het klansysteem dat er was en zo. En voor mij is dat een les geweest om effectief na te denken. En ik denk zeker op het moment dat er bij ons besparingen zijn, dat we zien dat Afrika uiteraard aan het groeien is, van moeten we ons niet de vraag stellen van heeft onze hulp überhaupt geholpen? En dan pas de vraag stellen over het geld al. En wat vindt u? Dus u stelt de vraag, heeft onze hulp, onze als Westerlingen, onze ontwikkelingshulp aan Afrika geholpen? Wat is uw antwoord? Ik heb daar heel gemengde gevoelens over. Ik denk dat in het beste geval heeft het geen negatieve gevolgen gehad. Maar zoals ik het zie in de afgelopen 50 jaar, denk ik dat onze hulp vooral heeft bijgedragen aan het goed praten van heel veel andere politieke en economische dingen die we doen. En anderzijds ook om een soort zoals? Van... Zoals? Wat praten we dan goed? Bijvoorbeeld als we ons heel druk maken over moeten we nu nog geld geven? Is het belangrijk dat we ontwikkelingssamenwerking doen? Hè? Ons christendaad vervullen? Al de energie die we daarin steken zorgt er eigenlijk voor op hetzelfde moment dat er niet heel diep wordt nagedacht, toch niet in het publiek debat over onze handelsrelaties. Dus Olivia, eigenlijk zijn we, als ik jou zo hoor, zijn wij vrij egoïstisch. Wij denken wij willen een goede daad doen, wij willen een goed gevoel en voor een deel de christenen onder ons voelen zich dan beter christelijk, want we doen aan de naaste liefde. En intussen hebben we geen enkele visie of we Afrika wel echt helpen. Ja, het is, als we zeggen egoïstisch, dan is het scherp gesteld alsof dat allemaal... Onbewust egoïstisch. Ja, ik denk dat er heel veel onbewust egoïsme is. En dat is vooral omdat er een gebrek is aan concrete, correcte informatie over wat er gebeurt. Tom, we moeten onze handen van Afrika aftrekken. Ja, nou goed, weet je... Afrika het zelf doen, dat kunnen ze beter. Ja, ik ben altijd een beetje benauwd voor discussies die te snel tot generalisaties leiden. Volgens mij is het heel belangrijk om een genuanceerd beeld te hebben van Afrika. Want dat is een enorm en fantastisch continent. Het is heel groot, het is relatief dun bevolkt. Er wonen maar een miljard mensen. Maar moeten wij nog hulp bieden, is de vraag. Ja. En ik ben zelf ook in Somaliland geweest. Wij werken daar al 25 jaar. En wij hebben daar organisaties mede helpen opbouwen die diezelfde verantwoordelijkheid hebben genomen om dat land tot meer bloei te brengen. En het idee dat daar geen hulp naartoe gaat is gewoon onjuist. En je praat over verschillende vormen van hulp. Ja. Ik denk waar Olivia kritiek op heeft is een vorm van hulp, de bilaterale hulp. Dat je begrotingssteun geeft aan overheden daar die hun verantwoordelijkheid niet nemen. Daar mag ook best kritiek op geleverd worden. Maar er zijn heel veel verschillende vormen van hulp. Olivia? En die hebben heel veel nuttige dingen tot stand gebracht. Nee, het is zeker waar dat we... als we een hele dag zouden hebben, konden we natuurlijk op alle details ingaan. Dat hebben jullie straks vanmiddag. Ook niet, denk ik. Maar in het geval van Somaliland, effectief, ik ben daar geweest. Ik heb nog nooit zoveel NGO's op een klein stukje land gezien. Dus laat het duidelijk zijn dat vandaag de dag er heel veel internationale hulp is in Somaliland. Het crucialere moment waarover ik het eigenlijk wilde hebben was... Op het moment dat je uit een conflict komt bijvoorbeeld en je moet dan je staat gaan opbouwen, en dat zie je eigenlijk in de rest van Somalië, dat er, als er op dat moment heel veel internationale actoren zijn, en dat mag bilateraal of multilateraal zijn, gaan zij de agenda van de staatsopbouw, van welk soort parlement moet hebben, heel hard beïnvloeden. Dus ons geld, het geld dat wij geven, heel vroeger was het zo, als de christelijke NGO's gingen, dan was in de ene hand brood, in de andere hand de Bijbel. Mm-hmm.
En tegenwoordig in het ene hand geven we geld en in het andere hand bepalen wij wie de nieuwe machthebbers gaan hebben. Ja, toch moet ik hier ook weer een nuance plaatsen. Want het is niet zo dat er een machtsvrije situatie is en dat er geen invloed is van landen om Somalië heen die een enorme rol hebben gespeeld in dat conflict. In die zin gaat dus het Olivia is te kritisch, toch? Nou nee, ik denk dat er geen situatie bestaat waar er geen sprake is van buitenlandse invloeden. Ja. En Somalië heeft last gehad van heel veel hele slechte buitenlandse invloeden. En het is heel goed dat de internationale gemeenschap nu ook een verantwoordelijkheid neemt, nu het conflict zich aan het keren is, om proberen zo snel mogelijk de wederopbouw ter hand te nemen. Want dat kan die overheid nog niet. Die heeft gewoon nog veel te weinig capaciteit. En ik geef toe, er moet veel meer gedaan worden aan donorcoördinatie om dat goed te begeleiden. Maar om dan de conclusie te trekken, je kunt beter alle hulp weghalen, je handen ervan aftrekken en dan komt het vanzelf wel goed. Of sterker nog, dan gaat het beter. Ja, dat laat de geschiedenis zien dat dat ook niet waar is. Aan de telefoon Johan, goedemorgen. Goedemiddag, ik heb mijn naam een beetje verkeerd geartikuleerd. De naam is Joost eigenlijk. Maar je was je eigen naam vergeten, dat is vroeg voor jou. Joost. Ik vind eigenlijk als de discussie gevoerd wordt door bijvoorbeeld door de politiek, dan vind ik me altijd heel snel heel erg hypocriet worden. Als wij bijvoorbeeld kijken naar wat er gebeurt hier in Nederland, dat wij een belastingpartij zijn voor de grote corporaties. En dat corporaties zoals Nestlé watervoorraden in West-Afrika laten privatiseren en dan dat water verkoopt voor een euro per liter aan de lokale bevolking. Ja. En dat we het daarna hebben over ontwikkelingssamenwerking, dat vind ik een beetje scheef allemaal. Ja. Ik denk dat het probleem is dat we redeneren vanuit een, bijvoorbeeld wat u zelf zegt, uit een bijbel in één hand en een zak geld in de andere hand, of op andere manieren. Het is meer een kwestie van wat doen wij om die mensen zichzelf te laten helpen. Want als we het over de christelijkheid hebben, kunnen we die mensen beter een hengel geven, zodat ze kunnen vissen, in plaats van dat we hun vis geven en dat ze voor een dag eten. Dankjewel, Joost. Zolang de discussie gevoerd blijft worden door politici en hebben gegeneraliseerd gezegd bankiers, dan blijft deze discussie uiteraard hetzelfde. En ik wil graag even toevoegen dat de vorige beller in veel opzichten heel erg gelijk heeft. Okay. Dankjewel, Joost. Dat is een terecht punt. Er verdwijnt meer geld aan belastingen uit Afrika dan het aan hulp ontvangt. Omdat wij ook Nederland belastingontwijking mogelijk maken. Mm. En daarom vind ik ook dat onderdeel van de hulpverlening moet zijn dat je de Afrikaanse landen helpt een belastingdienst op te bouwen, hun wetgeving te verbeteren, om daar te zorgen voor meer inkomsten. Zodat er ook geïnvesteerd kan worden vanuit de overheden zelf in toegankelijk onderwijs, betaalbare zorg, infrastructuur, landbouw. En dat is ook wat ontwikkelingsorganisaties hoog op de agenda hebben. Olivia? Ja, ik volg Joost zeker in zijn kritiek. En dat is een beetje wat ik wilde zeggen met het probleem dat ik heb met de discussie over ontwikkelingssamenwerking. Heb ik soms het gevoel dat een beetje naast de kwestie is een groot woord. Maar we moeten het hele plaatje zien. En als we het hele plaatje zien, beseffen we eigenlijk, we moeten een stuk nederig zijn. Wat dan is het hele plaatje, Olivia? Het hele plaatje is, laten we zeggen, de internationale betrekkingen. En dat heeft zowel het humanitair luik, het militaire luik. Hè. Dus we geven bijvoorbeeld militaire hulp aan bepaalde landen. En dan breekt er een conflict uit. En dan zitten we met onze handen te wringen van, moeten we tussen beiden komen of niet, om ons christenzieltje. Dat is een deel van de hypocrisie. Die niet zo bedoeld is, maar als je mensen alleen maar informatie geeft over een Afrika dat zonder onze hulp niet eens aan een eigen systeem kan komen van belastingen of van andere dingen, dan laten de mensen een heel kleine keuze om de discussie te voeren. En is het alleen van zonder ons gebeurt er niks, maar wij moeten er zijn. En ondertussen is het hele plaatje van wat wij daarnaast nog allemaal doen, blijft één groot zwart gat. Ja. Want Olivia, jij hebt al eerder gesteld dat jij vindt dat de media in het Westen, dus niet alleen in Nederland, maar ook in België, Duitsland, en het onderwijs, het Westers onderwijs en de Westers media geven een verkeerd beeld van Afrika. Ja. Wat is dan het beeld wat de algemene westeling heeft van Afrika? Maar dat heb ik een beetje afgeleid uit eigen ervaring. Ik heb school gelopen in de beste scholen in Vlaanderen en in Europa, laten we zeggen. Dus het is zelfs niet dat het over kwaliteit gaat. Maar het beeld dat je daar krijgt is effectief. Allez, ik ga het nu even heel zwart-wit stellen. Afrikaanse actoren, ofwel zijn ze in het beste geval zijn ze slachtoffers,
Ofwel hebben ze het slechte voor. Meestal, de Afrikaanse leiders zien we meestal toch wel vanuit een vrij negatieve bril. Terwijl misschien onze westerse leiders even goed zoveel doden op hun geweten hebben. Ja. Maar toch zullen wij instinctief zoiets hebben. Maar ja, ze zullen het niet zo bedoeld hebben. Of dat is zo misgelopen of zo. Terwijl, dus er is altijd een tweespalt tussen hoe dat we onszelf zien en hoe dat we de Afrikaanse actors dus de zien. Dus de Afrikaanse burger is een slachtoffer. Ja. En de Afrikaanse leider is een dictator. Dat is heel simplistisch fraudeur, gesteld. Whatever. Ja. En dat zie je zowel in de mainstream media. Dus als een doorsnee bericht over Afrika kun je eigenlijk bijna op die manier ontleden. Maar ik geef ook les aan de Universiteit Gent. En ook daar, masterstudenten op het einde van hun opleiding kunnen de vraag stellen. Ja, mevrouw, als u tegen hulp of interventie bent, wat gebeurt er dan met die mensen? Alsof dat het daar dus over één groot leeg landschap gaat, waar dat mensen pas beginnen te zijn of beginnen te kunnen als wij naar hen kijken. En dat is voor mij, vandaar dat ik dat ook vaak link aan het koloniaal verleden, dat is dezelfde manier van denken die het mogelijk heeft gemaakt om naar daar te gaan. En dat kunnen goede of slechte bedoelingen zijn, maar het is altijd heel belangrijk om de anderen af te schilderen als afwezig, onzichtbaar en zeker incapabel of zo. En ik denk dat Afrika het momenteel ook aan het tonen is, en dat is dan door andere processen, dat totaal niet klopt. En er zijn ook meer Afrikanen die zowel in Europa komen studeren of daar nog zijn, die ook echt wel tonen dat dat beeld niet klopt. Maar hoe zouden we dat moeten doen? Want als je nu, ik noemde ze al eerder de nieuwe cijfers van The Economist, die zeggen 7 Afrikaanse economieën de komende 5 jaar tot de top 10 van de snel groeiende landen. Dus, en tegelijkertijd heb je landen waar het heel slecht gaat en heel veel armoede en droogte is. Dus wat zou er moeten gebeuren? Ik denk dat het een beetje misleidend in die cijfers is natuurlijk dat we nu zoiets hebben van nu is het moment dat we de Afrikaan als Afrikaan kunnen zien omdat er economische groei is. En dat is niet het punt. Ja. Een persoon op deze wereld sowieso heeft capaciteit om eigen oplossingen te vinden. Kan ook altijd hulp gebruiken. Hè. Maar wat we nu zien is eigenlijk het neoliberaal verhaal van kijk, fantastisch succes. Vanaf nu kunnen we naar Afrika kijken, want ze beginnen op ons te lijken. En ik denk dat 2 verschillende discussies zijn. Dus het is wel waar dat de Afrikanen nu duidelijker voor ons worden, omdat ze, zoals wij, ontwikkelen of dezelfde termen gebruiken of zo. Ze gaan meer op ons lijken. Maar, maar ik denk dat is misleidend. Dat is niet de basis waarop dat moet Tom, gebeuren. Jij werkt bij Oxfam NoVib. Ja. Daarvoor was je lange tijd spindokter voor onder andere GroenLinks, als ik het goed heb. Klopt. Ja? Dus als er een man is die weet hoe je beeldvorming verandert, dan ben jij dat. Wat doet Oxfam NoVib om dat beeld over Afrika te veranderen? Nou ja, wij proberen te laten zien dat ontwikkelingssamenwerking veel verder is dan het klassieke beeld van de waterput slaan en het schooltje bouwen. Ik ben het ook helemaal met Olivia eens dat het beeld dat we van Afrika hebben niet klopt, totaal ongenuanceerd is, maar wel voortdurend gereproduceerd wordt. En dat komt eigenlijk ook omdat slecht nieuws altijd meer en beter nieuws is voor media dan goed nieuws. En wat we ook proberen is te laten zien dat dezelfde issues die in onze samenleving spelen ook in Afrika spelen. Want de keerzijde van 7 van de 10 hardst groeiende landen in Afrika is dat ook 7 van de 10 hardst groeiende landen in inkomensongelijkheid in Afrika zitten. Ja. En bij ons is de inkomensgelijkheid relatief beperkt. En die is 2 tot 3 keer zo hoog in een land als Nigeria bijvoorbeeld. En dat betekent dat er heel veel heel welvarende Afrikanen zijn, maar een nog veel grotere groep Afrikanen die nog een enorme ontwikkeling door zouden moeten maken. En dat is hier ook in westerse landen. Hè. Ook in de 20 grootste economieën ter wereld stijgt de inkomensongelijkheid. En ook dat hangt samen met de impact van de financiële crisis en de antwoorden die de politiek daarop geeft. En er is heel veel wat ons gemeenschappelijk verbindt, hier en in Afrika. En dat gaat onder andere over issues als belastingontwijking. Het gaat over het feit dat we grootschalig land opkopen in Afrika, omdat er een tekort is aan land en de voedselzekerheid van rijkere landen op de tocht staat. Dit is een complex en ingewikkeld vraagstuk en dat moet je laten zien en heel veel geduld hebben en door blijven zetten. Ik ga even naar wat mailtjes. Jan Bakker, die mailt: het probleem is, lijkt me, dat wij gewend zijn met onze westerse ogen naar de ontwikkelingshulp te kijken. Cynisch is dat men uit bepaalde hoek steeds vaker hoort dat die ontwikkelingshulp ons niks oplevert. Dat klopt, zegt Jan Bakker. Daar was de ontwikkelingshulp ook helemaal niet voor bedoeld. En Haptom Johannes, die zegt: Naira, ik heb veel waardering voor je, maar om Afrika arme Afrika te noemen vind ik een belediging. Bezuiniging op ontwikkelingshulp zou meer de werkgelegenheid binnen de ontwikkelingsindustrie
en het invloed van Westen schaden dan Afrika zelf. Mijn ouders hebben 8 kinderen zonder ontwikkelingshulp grootgebracht. Ik heb liever dat het Westen stopt met het steunen van verkeerde regimes en het stoppen van wapenexport. En dan doe ik er even nog één. Draakmug die zegt: bureaucratie, toeslagen, HRA, Koningshuis, hoge salarissen, fraudes. Er is nog zoveel te besparen voordat je naar ontwikkelingssamenwerking gaat kijken. Brengt mij meteen op het volgende punt. Want in Nederland, maar ook in België, er wordt bezuinigd. En in Nederland bezuinigen we al 1 miljard euro op ontwikkelingssamenwerking. De kans 2. Het vorige kabinet Rutte heeft al 1 miljard bezuinigd. Klopt. En dit kabinet doet er nog eens 1 miljard bij op. En dat betekent dat meer dan 40% van het voorheen beschikbare budget verdwenen is. Ja, en in België hebben we ook, eergisteren net het rapport gehad van 11-11-11. Die hebben ook eens voor het jaar 2012 doorgelicht wat er bij ons allemaal is gesnoeid. En voor het jaar 2012-2013 zitten we aan een over het 500 miljoen dat ook verdwenen is. Allee, dus eigenlijk en is dat een goede zaak of niet, Olivia? Ja, ik vind dat een heel moeilijke vraag om te beantwoorden. Waarom dat ik het een negatieve zaak is omdat ik vind dat het een signaal is van het probleem dat ik met ontwikkelingssamenwerking heb. Namelijk dat er te veel beslissingsmacht of dat het al dan niet gebeurt bij ons ligt. Dus de willekeur eigenlijk een beetje. Ja. Waarop dat we een heel systeem gaan bouwen om zogezegd de anderen te helpen. Is de willekeur daarin is dat op het moment dat het bij ons wat moeilijker gaat, dat dat eigenlijk de persoon voor wie dat is, heeft totaal geen greep op of dat gaat komen of niet gaat komen. Dus in die zin is dit voor mij het signaal van, dat is precies wat er mis is met heel de logica van ontwikkelingssamenwerking. Wij moeten in heel deze discussie niet eens verantwoording afleggen aan de mensen voor wie het bedoeld is. Het is een interne discussie. En dat is logisch. Klopt, hè? Maar ja. Waarom ik het een goede zaak is, vind ik sterk uitgedrukt, maar ik probeer er een opportuniteit in te zien om effectief dat fundamenteel debat over ontwikkelingssamenwerking terug open te gooien. Ja. En dus, dit biedt ook kansen, deze bezuiniging? Ja, elke slechte situatie biedt kansen uiteraard. Hè, maar ik denk, vooral omdat ik zelf zo kritisch ben tegenover ontwikkelingssamenwerking, denk ik van kijk, iedereen heeft het er nog eens over. Ik weet dat op korte termijn heel veel mensen, projecten en soms ook mensen in de problemen gaan brengen. Maar ik denk op lange termijn sowieso, en dat is zelfs los van onze besparingen, dat de Afrikaanse actoren al lang andere pistes aan het zoeken zijn voor hun eigen ontwikkeling. Die zitten niet te wachten. Ja, die hebben lang gewacht. Geld. Tom, in Nederland extra bezuinigingen. We weten het al lange tijd. Bijvoorbeeld geld voor de zorg is er al weinig, steeds minder. Mensen maken zich zorgen in Nederland over, kan ik mijn ouders straks wel goede verzorging geven? De ziekenfonds, et cetera. Kortom, we hebben genoeg aan ons eigen hoofd. Ja, je moet zich bedenken van iedere 100 euro die wij verdienen met elkaar, dat 99,50 euro... 45 cent moet ik zeggen, aan al die binnenlandse problemen besteed kan worden. Het gaat eigenlijk maar om 50 cent van die 100 euro die naar ontwikkelingssamenwerking gaat. Maar die 50 cent was tot nu toe oké, maar die 50 cent gaat steeds meer drukken. Omdat mensen steeds netto minder overhouden. Dat is een feit. Dus ja, ik snap wel dat nu die 50 cent gaat drukken, die ga ik voelen. Dan denk ik, ja jongens, dan heb ik liever dat ik straks mijn ouders in een verzorgingstehuis ervoor kan zorgen dat ze goed verzorgd worden, dan dat ik Afrika moet helpen. Maar kijk, dat soort problemen los je niet op vanuit het budget van ontwikkelingssamenwerking. Waar al meer dan 40% op gekort wordt. Ja. Dat is het meest van alle andere posten. En 40% van de Nederlander vindt het hartstikke oké dat er gekort wordt op ontwikkelingssamenwerking. Ja, maar dat gebeurt dus ook al. En dat blijft ook doorgaan, die bezuinigingen. Dus in die zin hebben die mensen die dat vinden gelijk. En wat ook nog, ja, vind ik vrij zorgelijk is dat het budget dat nog over is ook nog op een andere manier wordt aangewend. En nog meer ten dienste komt te staan van binnenlandse belangen of belangen van het eigen bedrijfsleven. Dat we internationale afspraken schenden. Wij hebben beloofd 0,7% van onze bruto nationaal product hieraan uit te geven. We hebben beloofd dat daar bovenop gestort zou worden in een klimaatfonds. En aan die belofte dat doen houden we niet. Ons nee, dus niet. We schenden die beloftes. We geven een sigaren uit eigen doos. Ja, en we ondergraven de bereidheid om mondiaal een aantal hele grote vraagstukken aan te pakken. Zoals de klimaatverandering. Ja, en ik denk ook dat de mensen dat een verkeerd beeld is door te zeggen van als we geld aan ontwikkelingssamenwerking geven, dat dat een verlies is. Ik denk dat er, het is hier al even gezegd, dat de netto winst van aanwezig te zijn in andere landen, of dat dat nu via ontwikkelingssamenwerking op andere manieren is, is nog altijd positief geweest voor het Westen. Dus op korte of lange termijn, denk ik, als we ons effectief helemaal zouden terugtrekken en alle fondsen weghalen, dat er
dat er een verlies zou zijn. Dus ik denk dat mensen ontwikkeling, het geld van ontwikkelingssamenwerking niet moeten zien als een verlies op het budget van onze landen. We zouden er nog eens van versteld kunnen staan. En toch, Jacomina Roeleveld, die mailt, je twittert, je naaste liefhebben is niet geldstromen overmaken naar zakkenvullers in ver Weggistan. Tot nu toe heeft het niets geholpen. En ook Jan die zegt, we geven al 60 jaar geld uit aan ontwikkelingshulp en het is nog nooit goed terechtgekomen. Ja. Het is wel heel somber, deze geluiden. Ja, en het zijn ook gewoon... Zal het geld dat we naar Oxfam Noopvip sturen, daar vul je je eigen zakken mee? Nou ja, ten eerste, wij geven helemaal geen geld aan overheden. Wij geven geld aan maatschappelijke organisaties daar ter plekke. Ten tweede is het zo, als je kijkt naar de millenniumdoelen en de voortgang die geboekt is, die is enorm groot op een aantal doelen. Als het gaat om het terugdringen van het aantal mensen dat in armoede leeft bijvoorbeeld, of het aantal kinderen dat sterft. En de vooruitgang die geboekt is in het naar school gaan van kinderen. Dus er zijn grote successen geboekt. Het is waar dat niet alles is bereikt en dat er nog hele grote uitdagingen voor ons liggen. Maar degenen die nu zich buigen over de agenda voor de volgende set millenniumdoelen hebben nu de ambitie geformuleerd, de komende generatie brengen we de armoede naar nul. En dat kan als we met elkaar de schouders daaronder zetten. En dat is zowel vanuit solidariteit als vanuit welbegrepen eigenbelang heel erg relevant voor iedereen hier, ook in Nederland en in België. Tom, even terug naar Oxfam Novib. Zien jullie het al in jullie donaties? Doneren mensen Nederlanders nu minder? Ik moet zeggen dat we afgelopen jaar er toch nog in geslaagd zijn om iets te groeien in onze fondswervende inkomsten in Nederland. Okay. Ondanks de crisis. Nog even een mailtje van Octavio. Die zegt, in het Westen noemt men het ontwikkelingssamenwerking, maar in wezen is het gewoon uit te buiten. Want het Westen kan en wil hun koloniale terreurmentaliteit niet kwijt. Ook dat is een mening. Dankjewel Tom, dankjewel Olivia. Jullie gaan straks hier in Utrecht verder praten over de toekomst van ontwikkelingssamenwerking. Dank jullie wel. Fijn weekend u allen. Maandag zijn we er weer met Lijn 1, ergens vanuit het land.